bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Oké. Yeah. Zie jij hem ook al? Ik ben hem aan het opzoeken. Waar ga jij maar gewoon beginnen? Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Zo, ja, na school eventjes nog staarsnebelen voor het eten. Ja. En ik zie inderdaad. Kijk. We zijn live. Oké. Okay. Kijken. Hoppata. Kijk. Oké, oh, ja, natuurlijk hebben we reclame door. Maar goed, vandaag heb je wat nieuws te melden, want dit is de eerste keer dat je met de microfoon doet. Met de microfoon. Ik ben heel benieuwd hoe ik mensen het vinden. Ik ben ook heel benieuwd hoe het geluid is. Ja. Hoe het geluid is, en ik ga hem zeker terugkijken, want ik wil echt super, ik ben echt heel benieuwd hoe het geluid klinkt. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd wat de kinderen ervan vinden. Of het geluid beter is. Ja. Het is een Yeti microfoon. Ja, Yeti. Yeti. En hij is echt... Met... Nou, ga jij lekker spelen? Ja, ik ga lekker spelen. Ik heb er geen zin in. Oké, de chat gaat... Klaar met spelen? Ja. Oké, hoe beviel de microfoon? Ja, je hebt er niks van gemerkt eigenlijk? Nee, ik heb er niks van gemerkt. Nee, ja, maar ik denk dat het wel heel fijn was. Ik denk het ook wel, de kijkertjes zullen wel gemerkt hebben. Ja, ik denk dat het wel heel fijn was voor de kinderen die... Ja. We merken vanzelf de reacties wel in de comments. Yes. Ja. We hebben een updateje van de jonkies. Witte oortjes, wit snuifje, grijs op zijn kopje. Ja. Dat is net wel, hè? Dat is dezelfde. Nee, dat is een andere. Dat is helemaal grijs, helemaal bruin. Hup. Die is helemaal wit, witte oortjes. Deze met die zwart. Die lijkt echt mama. Dan weet ik niet meer of ik dubbel heb. Ja, die deze is een hele donkere. Dat is een hele donkere. Ja. Oh, leuk. Nou, zijn dit, dit is het eerste nestje. Kom een beetje bij elkaar. Dus. Een beetje bij elkaar. We hebben het hoekje weer schoongemaakt. Ja. En nu eventjes het andere nestje. Ja, niks. Ja, niks. Maar die kleintjes die rennen al heen en weer, hè? Ja, die rennen zeker. Die springen al. Die zijn wat groter al. Ondanks dat ze net zo oud maken. Zijn. Ze moeten even een nestje maken. Hoe zit allemaal op bloed? Ja. Ga maar even daar. Ga maar even daar. Zo. Nou goed, hier zien ze ook allemaal al springen. Even een beetje nestjes zo. Dat ze niet weghupsen. Ja, maar deze is al ver. Deze is ook groot zo. Je kan zien dat mama het goed doet. Kijk op mama hoor. Oeh, oeh. Kijk hier. Ja. Kijken. Groot zo. Ja, daar hebben we erbij. Hebben ze honger? Heb je honger moe? Nee, ze hebben nog geen eten. Nou, deze gaat ook goed. Deze is een beetje roze genoeg. Maar dit is haar tweede nestje. Dan kan je gelijk zien dat ze het beter doet. Een beetje groot glimmend, hè? Zie je dat? Hier een rode vlek nog. Ja. Dubbel gezeten. Ja, een beetje dubbel klem gelegen. Ja. Nou, goed, leuk. Dit gaat goed. Dit gaat goed zo. Ook toedekken. Ja, moet. Ja. Ja, joh. Druk te maken. Zo, nou, hok erop. Hop erop. Klaar is Kees. Avond. Je bent alweer... In Wanchi. Je bent alweer richting... je gaat alweer richting bed. We hebben nog even post. Ja. Even een envelop hier. Maak hem open. Ik ben heel benieuwd. Oh. Open scheuren. Ja, alleen het is een beetje moeilijk. Gewoon hier bovenin gaan. Hier, gewoon scheuren. Maar hier zit ze, kijk. Kom je toch gewoon scheuren? Het is papier. Droomvrienden en de verdwenen. Paard in nood. Maar van wie is het? Een briefje bij. Nee. Ruiken de boeken? Nee. Nee? Geen bekende geur. Geen bekende geur? Nee. Paardengeur niet? Nee. Droomvriendinnen staat erop? Ik weet het niet. Hoe weet het? Ook niet als je een boek openslaat? Oh, 100 euro. Dat zou wat zijn. Maar waar gaat het over? Ja, dit is een paard in dit is een paardenboek. En droomvriendinnen en een verdwenen rugzak. Dus ik denk dat ze haar rugzak is verdwenen, denk ik. Ah, je moet eventjes daar. Dankjewel, open oma.
Was open, van wie is het? Ja, Boom Femke. Echt? Ja. Auw! Ik moet even zeggen. Oh, dankjewel. Dat wist ik helemaal niet. En goed. What? Nou, dat dan ga je me op je gemak even bekijken in deze dan. Ja. Ja. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!